Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij weer deze gloednieuwe video. Afgelopen maandag konden jullie op mijn YouTube kanaal de 200ste Harme Frodo vlog zien. De 200ste. De 200ste vlog. En dit is een special. Echt amazing. Je kan je voorstellen dat toen ik in maart 2017 begon met het maken van vlogs, meer dan 6 jaar geleden, dat ik nooit had verwacht dat we uit zouden komen bij 200. Maar speciaal voor deze gelegenheid, hier de top 10 leukste mensen van de Harme Frodo vlog. Voor de 10 leukste gasten van de Harme Frodo vlog. Voor de 10 meest voorgekomen personages in de afgelopen 100 vlogs. Deel 3. Op nummer 10 staat Jelmer. Je kan hem kennen van de Schotland vlogs uit 2019, waar hij mee was als leiding. Jij bent moe. Maar in 2022 had hij opeens een comeback toen hij met ons meeging op examenreis naar Limburg. En je kan hem hier op de achtergrond zien struggelen in Harme Frodo vlog 151. Ja. Nee, hij schiet die scheef, links. Helaas is Jelmer gedenied voor Harme Frodo vlog seizoen 4. Dat betekent dat hij niet meer terug gaat komen, wat we natuurlijk super jammer vinden. Maar snel door naar het volgende persoon. Op nummer 9 staat Wouter, die al vanaf Harme Frodo vlog 111 veel voorkomt in de vlog. Het leukste moment uit seizoen 3 was denk ik toen ik mocht vloggen op zijn verjaardag, wat natuurlijk een zeer groot privilege was. En daar is dit volgende stukje van. Een helikopter zou ik meenemen. Een boot. Oh, jij bent zo'n valsspeler. Dat mag toch? Wouter is nog niet geconfirmed or denied voor seizoen 4. Dus dat is nog één groot vraagteken. Wie weet komen we daar snel achter. En we hopen hem natuurlijk terug te zien. Lashes and diamonds, ATM machines. Op nummer 8 staat Sam. Sam kennen we ook van de Schotlandreis waar hij mee ging in 2019. Echt gewoon 2 minuten wachten voordat die man iets zegt. En dan van doei. En toen zo van ja, wat? Hij is daarna niet meer voorgekomen in seizoen 3, maar heeft van ons afscheid genomen in seizoen 2. Waar ben je bang voor? Paarden. Wat ook betekent dat hij gedenied is voor het vierde seizoen en dat we geen scène van hem hebben uit het derde seizoen. Dus dan gaan we snel door naar het volgende persoon. Op nummer 7 staat de eerste nieuwkomer in deze lijst die daar vorige keer nog niet in stond. Dat is Jade. Ja, dat kennen we sinds Harme Frodo vlog 120 al. We zijn rechtstuurd uit de parkeerplaats. En zij was mee met curlen met mij. En daarvan is ook dit hoogtepunt. Jade is geconfirmed voor het vierde seizoen van Harme Frodo. En jullie zien haar komende maandag in een vlog waar we samen gaan naar de nieuwe film van Guardians of the Galaxy. Op nummer 6 staat nog steeds Thijs. Thijs kennen we al ook echt van way back in 2019 van de Schotlandreis. Ik kan het bijna niet meer aan. Hij was op mijn verjaardag dit jaar, maar hij was ook op Maartens verjaardag. En daarvan is dit hoogtepunt. Shit, shotje! Nu moet je hem drinken. Thijs is niet geconfirmed of denied voor komend seizoen. Dus ook dat is één groot vraagteken. We weten niet zeker of we hem gaan terugzien in de Harme Frodo vlog. Maar natuurlijk hopen we van wel. Op nummer 5 staat de tweede nieuwkomer in deze lijst die hier volgens vorig seizoen nog niet op stond. En dat is Doris. Doris is echt met een inhaalslag deze lijst ingekomen. Met in seizoen 3 is meer dan 20 keer voorgekomen. En natuurlijk hebben we echt ontzettend veel meegemaakt. Het zijn wel chocolaatjes. Maar het leukste denk ik dat ik ging afspreken met haar bij de Mediamarkt. Was echt leuk. Oh, ja. Ja. Zal ik dat gewoon niet thumbnail maken? Doris is geconfirmed voor het vierde seizoen van Harme Frodo. We hebben nog geen nieuwe video opgenomen, maar we hebben daar al wel een afspraak voor staan. Dus dat gaan jullie zeker zien. En jullie gaan haar dus ook terugzien in dit nieuwe seizoen van de vlog.
Op 4 staat Noah. En als je het over mensen hebt die er al echt een eternity bij zijn, dan is dat Noah. We kennen Noah echt al uit 2017, toen hij voor het allereerst in de vlog zat. Volgens mij in de Harbour Frode vlog 12. Dit is de app! Dat is echt dus super cool. En tegen iedereen's verwachting in, zagen we hem nog 3 keer terug dit seizoen. En het leukste was toen hij natuurlijk op mijn verjaardag was dit jaar. Dat was ook zeker een hoogtepunt. Dus jullie zijn allebei Noah. Ja, de beste vriend. Ja. Grapje is gewoon ja. Noah is natuurlijk highly anticipated voor volgend seizoen. Ik heb hem er niet over gesproken, maar natuurlijk hopen we allemaal dat we Noah komend seizoen terugzien. Dus daar moet ik hem binnenkort maar even over appen. Ja, yeah, dan hopen we niet dat hij deze video eerst ziet. Dat wordt echt heel raar. En dan zijn we alweer beland bij de top 3. En op nummer 3 van deze top 3 staat Maarten. Maarten kennen we pas vanaf seizoen 2. Maar hij is ontzettend vaak voorgekomen en altijd een goed extra karakter in de vlog erbij. Ik denk dat het hoogtepunt, ja, er zijn genoeg hoogtepunten eigenlijk in dit seizoen met Maarten. We hebben heel veel zitten bowlen en dat was echt bizar leuk. Dus dat is sowieso een hoogtepunt. Ha, mis. Ook Maarten is highly anticipated om terug te keren in de Harm en Frode vlog. Ik heb hem er nog niet over gesproken. We hadden een afspraak en toen hadden we geen afspraak meer. Maar die gaan we natuurlijk nog wel even verzetten en zorgen dat we weer gaan chillen voor de vlog. Dus hoogstwaarschijnlijk zien jullie ook hem weer terug in het nieuwe seizoen van de Harm en Frode vlog. Op nummer 2 in deze lijst zien wij met een enorme gemaakte groeispurt Leon. Die is echt, nou, hij was het hoofdpersoon van deze vlog en ook onverslagen afgelopen seizoen. We hebben een hoop meegemaakt dat echt ging van naar de dierentuin, naar mijn verjaardag, naar bowlen en al dat soort dingen. En ik denk dat de dierentuin wel een groot hoogtepunt was. Dat was echt bizar leuk om samen te doen. Het is 10 graden vandaag, jongens. Ik heb ogen en het is 10 graden vandaag. Leon is niet geconfirmed of gedenied voor komend seizoen. Dus ook dat is een vraagteken. We weten niet of we hem terug gaan zien. Maar natuurlijk hopen we van wel. En dan gaan we snel door naar de volgende persoon. En dan is er natuurlijk nog maar 1 iemand die altijd al onverslagen op de eerste plek staat van Harm en Frodo. En dat is onze goede vriend Lucas, die zelfs in dit seizoenetje tussendoor nog 7 keer is verschenen. Het hoogtepunt was Lucas op mijn verjaardag met het kroontje. Dat was echt superleuk. Dat kunnen jullie nu even zien. Yes, queen. Smash or pass. Ook Lucas is geconfirmed voor het 4e seizoen van Harm en Frodo. Dat is hem trouwens zelfs op vlog gevraagd in de 199ste vlog. Mag ik jou confirmen voor het 4e seizoen van Harm en Frodo? Ja. Dus die gaan we 100% terugzien in komend seizoen. En we zijn super benieuwd wanneer dat gaat zijn. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze fantastische, al zeg ik het zelf, top 10. Ik hoop heel erg een hoop mensen weer terug te zien in deze vlog. Ik wil natuurlijk niet voor jullie spoilen wie we allemaal nog te gaan zien komend seizoen. Maar het zijn een hoop leuke mensen. En dan wens ik jullie alvast een super fijn weekend. Tot ziens. Tot later.